Mirjam. Na Inge op de stoel. Welkom. En Lisette doet de dingen voor horen later. Kijk voor jezelf op mogelijk is. Als het staan is, ga lekker staan. Wil je zitten op de horen later? Geen enkel probleem. Gaan we even lekker iets politieker stappen. Armen zijn links. Zo. Even lekker op armen. Hebben we er wel zin in vandaag? Ja, Lisette. Helemaal goed. Knieën mogen iets hoger. Ja, even lekker hard zo langzaam omhoog. En knieën mogen weer omlaag. Nou, we beginnen met de oefening. Dat hebben we al vaak gedaan. Stap opzij. Opzij. Probeer je voet aan te raken. Dan nog de arm een beetje mee. Armen lekker mee. En als je de groep uitvoert, mag de beweging iets groter. Iets grotere stap. Dan zie je dat de armen ook iets sneller meegaan. Lukt dat niet? Hou de stap lekker klein. Mocht je nog iets meer uitdaging willen, doe je twee stappen. In 3, 2, 1, kom weer. 1. En terug. Yes. En weer de andere kant. Doe nog twee keer. En de laatste keer. En we stappen op de plaats. Zijn we al een beetje voor? Zo. Heel goed. Oké, volgende oefening is in de squat. Voeten zijn we uit elkaar. Knieën gaan naar buiten. Laten zitten. Dus de heupen gaan lekker naar achter. Yes. We gaan weer naar achter. Aan de zijkant. Zo, knieën goed naar achter gaan. Niet dit. We willen geen last meer van die knieën. En weer zakken. En op. Als dat nou goed gaat, wij proberen iets lager. Iets dieper. En op. Als je heel veel doet op de stoel, probeer maar te staan. Ja. En geniet ervan, hè. Belangrijk vandaag. Doe weer nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En blijf maar even zakken. Blijf maar even. Oh, even lekker die benen trainen. Hou vol, hou vol, hou vol. Nog 5. 4. Dan mogen we weer omhoog. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En op. Schud even los. Oh, die worden wel allemaal benen. En weer de stappen. Nou, geef de benen even rust. Ga even door naar de armen. Zo. Eerst even bijkomen. Oké, benen mogen lekker op heupbreedte. Die mogen even rusten. Armen gaan omlaag. Maak mijn vuisten. Gaan we rondjes draaien. Zorg hierbij dat de armen gestrekt zijn. Niet dit. Dat zou heel makkelijk zijn. Even goed die armen. Op schouder. Hoog tot waar. Dus niet te hoog, niet te laag. Goed gaat, mag niet snel. En wat Lisette heel goed doet, doen we later met één hand. Dus doe je straks om. Kan je nog iets sneller? Kijk dat. Oké. En op je allersnelst, voor 5 seconden, komt ie. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Heel even rust. En gaat weer omhoog. Maar nu gaan we naar 8. Komt ie. Hou ze rechten. Ook als ze moe worden, je moet het hier gaan voelen. Ik voel het. En gaan we iets sneller. Ietsje sneller. Armen, hou vuisten. Oké, 5 seconden. Alles net. In 3, 2, 1, kom. 5, 4, 3, 2, 1. Lekker op de armen. Gaan we er zo? Ja, precies. Kom even weer stap. Oké, volgende oefening die we gaan doen. Eén been blijft stilstaan. Andere been naar voor en naar achter. Mij niet uit welke been je begint. Ik begin met mijn rechterbeen. Staat er stil. Gaan
voren en achter. Je ziet mijn been wat stilstaat, komt wel weer van de grond. Lukt dat nou niet, doe je hem gewoon op deze manier. Geen probleem. Zo. Lukt het? Ja. Als het goed gaat, mag de stap wat groter en iets sneller. Lukt dat niet, doe hem iets rustiger aan. Kijk voor jezelf wat mogelijk is. Raak jezelf uit en niet ver. Wie mee wil, maar iets sneller. Vijf. Nog vier. Drie. Nog twee. Eén. En dus vol. Andere been staat er stil. De been dat net stil stond, ging naar voren en naar achter. Nu weer. Probeer. En wel even van de grond. Begin ik weer rustig aan. Beweging een beetje groter. Een beetje sneller. Hoeft niet, mag wel. Kom, niet. Wel, wel. Nou nog aan het genieten. Het is leuk, hè? Juist. Nou nog iets sneller en nog iets verder. Van 5, stap tot 10. Nog 1. En de laatste. En dus even rustig stappen. Zo. Even bijkomen weer. Even herstellen. Adem even in door de neus. En uit door de mond. Dan nog een keer doen. Even de mond, neus in. En mond uit. Oké. Benen nog even stil. Schud ze even los. Dat is hard laten werken. En de bogen. Kom op schouderhoogte. En mijn handen wijzen recht omhoog. Opzij, recht omhoog. Wat we eerst gaan doen, gaan we een soort serie maken. Elleboog gaan maken toe. En weer uit. Vervolgens gaat hij omhoog. En weer uit. En weer naar voren. En terug. Omhoog. En terug. Naar voren. Terug. Omhoog. En probeer de elleboog zo ver mogelijk naar voren te doen. Dus niet dit. Strek uit. En kan ietsje sneller misschien? Lukt dat? Wordt uitgelachen hier. Gaan we ietsje sneller. Naar voren. En op. Naar voren. En op. Als het nou niet gaat met twee handen tegelijk, dan moet je er niet pijn bij. Lekker doen. Met één hand. Doe maar nog 5. En op. Nog 4. En op. Nog 3. En op. Nog 2. Laatste. Armen los. En weer stappen. Volgende oefening voor de jumping jacks. Kijk hierbij hoe ver je kan. Als het lekker stop het is, is dat prima. Als je straks mee wil springen, is dat ook goed. Kijk voor jezelf wat mogelijk is. Allereerst maak een grote stap naar voren en weer terug. Dat stap 1. Maar begin maar even. Dus een beetje opzij. En je ziet, ik ga een beetje door de knieën. Als dat niet gaat, doe je dit. Eén. Ook geen probleem. Kijk. Hop. Stap. Als je een stapje verder wil, maak een klein sprongetje. Een sprong. Mocht je nou wel staan, maar ik vind het toch nog één. Pak dan misschien een stoel. Dan toch even je evenwicht aan om te bewaren. Als het goed gaat, arm een beetje mee. Nogmaals, als je wil stoppen en mijn armen mee, helemaal goed zijn. Doe 5 keer een sneller tempo. Zijn we klaar voor? Of niet? Ja? Heel goed. Okay. 3, 2, 1. 1, kom. 2, 3, 4. Zo nog één keer, de laatste oefening, hartstikke goed mogelijk te krijgen. Weer 5 seconden, snel mogelijk. In 3, 2,
2. 1. Komt ie. 5. 4. 3. 2. 1. En rust. Dat was beter zat zo, hè? Oké, in de trainingsknop. We gaan in cooling down. Even 1 been naar voren. Achterste been is gestrekt. Tenenlijst ook naar voren. Hier lekker gestrekt. Probeer, als het lukt, mij lukt het nog niet. Of als we door de neus in, mond uit. Lukt dat niet, lekker mond in, mond uit. Oké, wissel op. Voel je die stretch nou nog niet in je achterste been? Dan ga je iets grotere stap zetten. Oké, de zijkant is voet, staan iets breder. Tenenwijs weer naar voren. Stap een beetje door één knie. Andere been is gestrekt. Voel hem aan de binnenkant als het is. Oké, ga even door naar de andere kant. Nu weer, als het kan. Neus in, mond uit. Heel goed. Oké. Laatste stukje zelf lekker uit. Om en om, alsof je het dak aan het wil tikken. Lukt het dan? Zijn we bij het plafond? En rust. Allerlaatste oefening. Doe drie keer de ademhalingsoefening. Adem in door de neus. Kom omhoog. En blaas eruit. Doe nog twee keer. Adem in. En blaas uit. Laatste keer. Adem in. Uit. Applaus voor jezelf. Goed gedaan. Fijn dat je mee wilde doen. En tot de volgende keer.